We zijn in Wijchen, waar we op bezoek gaan bij Thijs. En Thijs gaat de Vierdaagse lopen op een wel heel bijzonder paar schoenen. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Hallo. Hi. Hoi. Leuk dat we mogen komen. Ja, zeker. Zullen we naar binnen gaan? Ja, dat is goed. Kom. Thijs, we zitten hier bij jou op de bank. Jij bent een best wel ervaren Vierdaagse loper al, hè? Want het is niet de eerste keer dat jij gaat lopen. Nee, het is zeker niet de eerste keer. Ik loop hem dit jaar voor de 6e keer. Ja. Ja, dit jaar is het ook extra speciaal dat ik de Vierdaagse loop. Mm-hmm. En omdat mijn opa is 13 april overleden. Ja. En dat was aan galstenen. Daaraan is hij eigenlijk heel snel eigenlijk aan overleden. Jouw opa was ook een hele fanatieke Vierdaagse loper, hè? Ja, dat klopt. Want die liep hem hiervoor, hoe vaak had hij hem gehad? Die heeft in totaal 13 keer gelopen. Dat is veel. Ja. En jij hebt de Vierdaagse dus ook al een heel aantal keer gelopen. Hebben jullie wel eens samen gelopen? Nee, echt nog nooit. Vroeger, toen ik klein was, hebben we wel regelmatige wandelmarsen gedaan. Ja. Maar eigenlijk nooit echt samen gelopen. Oké. Maar dit jaar gaat dat toch wel op een bijzondere manier gebeuren, hè? Ja, klopt. Want je gaat de Vierdaagse lopen. Ja. Op de schoenen. Ja, van mijn opa. Kun je ze even pakken? Ja, tuurlijk. En dan denk ik meteen, de Vierdaagse, dat is, als je dat gaat lopen, moet je daar goede schoenen voor hebben. Ja. Passen ze jou ook? Ja, die passen mij ook prima. Wat bijzonder. Ja. En dan draag je ook een shirt waar je opa op staat, ja, en waar jij op staat. Ja. En wat staat er voor tekst op? Lieve grandpa, I love you forever. Ja. En op die manier is hij dan toch een beetje bij. Ja. Wat goed, wat mooi. En dat doe ik dus ook op de laatste dag als ik de Vierdaagse loop. Ja. Heb ik dit shirt ook al aan. Truus, jij bent de oma van Thijs. Ja. En jij bent ook echt een Vierdaagse mens, hè? Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen in Nijmegen. In Nijmegen. En het was vroeger zo, net na de oorlog, had je heel veel wandelgroepen. En die logeerden altijd in scholen. En mijn ouders hadden een zuivelbedrijf. En mijn vader bracht dan in die scholen bij die wandelaars alles wat ze nodig hadden. En ik ging als klein meisje mee. En toen had ik als zoiets van, dat ga ik ook doen als ik groter ben. Dus, en toen was er nog een tussenakkefietje, een broer van me, die werd op een gegeven moment met een Vierdaagse, had hij zijn voeten niet goed verzorgd en heeft iets opgelopen waardoor hij bloedvergiftiging kreeg en werd op de ambulance thuisgebracht de tweede dag. En toen had mijn vader zoiets, hier doet dus niemand meer aan mee. Mm-hmm. Maar ja, toen ik eenmaal naar kantoor ging, had ik mijn vakantie in juli gepland en, en hij was wel heel trots, hoor. En dan vertelde jij mij net al, in het begin van de jaren 60, 1960 zelf, liep jij de Vierdaagse in Nijmegen. Ja. Daar kwam jij twee meiden tegen. Ja. Uit Israël. Ja. Spraken geen Nederlands, spraken geen Engels. Didi en Zwika. Ja. En toch? Ja, dat klopt. We hebben de gekste dingen gedaan en we voelden meteen van elkaar dat het goed was. Dat was warm bed. Hoe gebeurt zoiets dan? Want je komt elkaar ergens tegen onderweg dan. Het is met handen en voeten praten. En toen ben ik daarna ook direct Hebreeuwse les gaan nemen. Ik heb 2 jaar Hebreeuwse les genomen. Oh, wat bijzonder. Het is helemaal niet zo moeilijk. Want iedereen, omdat het andere tekens zijn, ja, denkt iedereen dat het moeilijk is. Maar je moet het alfabet leren. En je kan ook niet het leren spreken zonder dat je de letters kent. Mm-hmm. Maar het is absoluut, nou moet ik zeggen dat ik wel een beetje talenknobbel heb, maar het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Als je iets wilt, dan dat kan is met het. Alles. Willen is kunnen, hè? Ja, ja. Het logo van de Vierdaagse. Kijk, dat is een heel mooi bruggetje terug naar de Vierdaagse. En nou is het dit jaar natuurlijk ook nog heel bijzonder, omdat Thijs natuurlijk niet meeloopt op de schoenen van zijn opa. Ja, klopt. Nee, ik ben heel toevallig, Jos was pas 2 of 3 dagen dood. En mm-hmm. toen zag ik, ik kwam in de kelder en toen zag ik die schoenen staan. En toen dacht ik meteen aan hem eigenlijk. Maar ik wist helemaal niet of ze dezelfde maat hadden. En toen heb ik Thijs gauw een berichtje gestuurd. En ik zeg, nou, ik neem ze mee. En toen waren we s'avonds, gingen we bij zijn opa op bezoek in Dela. En toen heb ik hem de schoenen gegeven en ze pasten. Ik zeg, hartstikke fijn, die zijn voor jou. Hey Thijs, nou weet ik dat jij ook nog een uitdaging hebt, hè? Ja, ik heb zelf autisme. Mij vormen is PDD-NOS. Mm-hmm. En er zit nog een verstandelijke beperking in, mm-hmm. en ook hechtingsproblematiek.
En dat lopen zelf, is dat dan nog iets wat jou helpt om... Nou, ik meestal bij de lussen van de 10 kilometer, dan heb ik wel eens een oortje in. Mm-hmm. Dat is eigenlijk om rustig te worden van binnen. En ja, dat helpt me prima. Ja, want ik kan me voorstellen dat al die drukte, dat ook best wel voor onrust kan zorgen. Nee, echt helemaal niet. Ik heb gezegd van autisme en vierdaagse, dat gaat prima. Dat gaat prima samen. Ja. En dan ook nog op die schoenen van je opa. Ja. En als je het dan moeilijk hebt, heb je dan het idee dat die een beetje bij je is? Ja, eigenlijk wel. Dus hij trekt je er doorheen? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, geweldig. Dankjewel. Ja, dat is graag gedaan.